jullie zijn lekker aan het repeteren voor Iedereen Zingt zaterdag 16 december. Ik zie hier verschillende koorleden, zie ik hier. Nou, dat klopt, want ik zie meerdere mensen ook van Juventa, ik zie mensen van X-Cream, ik zie mensen van Swingtime. En niet te vergeten de volle vaste stemmen van de mensen van de ASAF. En ik zie ook mensen die buiten de koren allemaal meezingen. En ik vind het een hartstikke mooie combinatie waarbij echt iedereen zingt voor de kerst. Bij elkaar komt in ieder geval nu. Ja, want Iedereen Zingt 16 december. Vanavond zijn jullie aan het repeteren. Maar volgende week vrijdagavond 8 december, dan gebeurt hier wat speciaals, hè? Ja, nou dat vind ik helemaal mooi. Want de mensen die een beetje aan het twijfelen zijn of ze mee moeten doen of wat dan ook. En er geen beeld bij hebben. Die kunnen in ieder geval zorgen dat ze... op die vrijdag 8 december om 7 uur in de antenne aan kunnen schrijven. Zingen maakt blij. Zingen maakt hartstikke blij. En weet je wat ik nog wel even heel erg belangrijk vind? Ik heb in meerdere koren heb ik wel meegezongen op kerstmarkten. En wat doe je dan? Je zingt vanaf een podium en je zingt naar de mensen toe. En iedereen zit eigenlijk alleen een beetje te kijken, te luisteren. Maar dit is de gelegenheid om mee te doen. Dit is Iedereen Zingt. De kracht van iedereen zorgt ervoor dat je daadwerkelijk een heel mooi koor krijgt. En dat je echt een heleboel, een fantastisch geluid neerzet. Dus twijfel niet. Ga meedoen. Welkom. Wout, welke liedjes gaan jullie zingen? Oh, Holy Christ is bijvoorbeeld een heel mooi stuk waar heel veel stemmen in samenkomen. Maar het is niet te moeilijk, want ook tijdens de lichttochten worden liederen gezongen die iedereen wel kent. De lichttocht. Kun je er wat over vertellen? Nou, er zijn 4 opstapplekken. Op het Sportpark, bij de Kiever, ik moet even goed nadenken, de Katholieke Kerk en bij het Vechtaalcollege. En vanaf die kant wordt er allemaal op dezelfde tijdstip gestart. En iedereen die wil, die kan ook aansluiten. Die kan ook als je halverwege woont of als ze voor je huis langs lopen. En dan kan je met z'n allen zingen en dan lopen we met elkaar naar de Van Dedemtuin toe. Iedereen kent kerstliedjes en dat zijn de makkelijkste kerstliedjes die allemaal, ook al is het, komt alle tezamen, ook Denneboom zelfs. Het is heel eenvoudig, loop mee en je komt naar de grand finale achter bij de Van Tijlaan, achter de Hervormde Kerk, bij de kerstmarkt en het wordt één groot magnifiek feest. Echt supermooi, ja. Maar hoe gaan we dat zien dan, die finale? Hoe gaan we dat beleven? Nou, heel veel licht, heel veel zangers. Er komt een hele grote beamer waar alle teksten op staan. Dus iedereen kan gewoon ook het zien en meezingen. En dan hoop ik gewoon dat we met duizenden tegelijk gaan zingen het eind. Gewoon doen.